allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Saar Verhoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet te abonneren. Ik heb vandaag dus weer een weekvlog, het is vandaag maandagochtend. Ik had vanochtend al een stukje gefilmd, maar ik was helemaal vergeten dat het maandag was en dus een nieuwe week. Dus dat plak ik er nu zo even achteraan. Ik ga vandaag met Isabel een rondje lopen. Ik hoef gelukkig niet te werken. Het is echt vet mooi weer. Dus Isabel en ik dachten, we gaan even lekker een rondje lopen. Kijk hoe mooi weer het is. Zonnetje schijnt. Heerlijke dag van de week. Als jullie mijn vorige weekvlog hadden gezien, was ik echt fucking depressief aan het eind. Maar ik ben net mijn kamer gaan opruimen. Schoon, een beetje schoongemaakt. Omgekleed, opgemaakt. En ik voel me weer helemaal top. Ik denk echt van, weet je, ik ga mezelf niet laten kennen. Ik ga nu niet mijn kut laten vallen. Ik ga het gewoon doen. Wat ik tegenkwam in mijn kamer toen ik aan het opruimen was, was dit doosje. En er staat op een doosje van geluk. Ik dacht, ik ga elke dag een kaartje trekken en kijken wat erop staat. En toen stond er letterlijk op, gebruik vandaag, daarvoor is het. En dat is precies waar ik de laatste tijd mee zit. Van, ik heb zeg maar niks om naar uit te kijken. Wat moet ik doen? Bla 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 bla. En toen dacht ik, nee, elke dag is eigenlijk een soort, mag je eigenlijk een soort blij van zijn dat je dat überhaupt nog meemaakt. Ik bedoel, ik ben gezond, ik leef. Dus gebruik de dag om iets leuks van te maken. Wel heb ik deze week een hele leuke planning. Ik ga namelijk samen met Stan naar Maastricht. Gaan we een nachtje heen. We gaan vrijdagochtend al weg. Dan gaan we naar Taco Bell. Oh my god. Ik ben nog nooit bij Taco Bell geweest. Het is echt mijn droom. Maar dat zit in Eindhoven of naar Tilburg gaan we. En dan gaan we doorrijden naar Maastricht. We kunnen om 3 uur ongeveer de hotelkamer in. Maar dan gaan we gewoon eerst nog door Maastricht een beetje lopen. Gewoon, het is natuurlijk een superleuke stad. En dan gewoon misschien een koffietje halen of zo. En dan in de avond gaan we gezellig naar het hotel. We hebben ook lekker een bad. We gaan lekker in bad. En ik neem gewoon mijn laptop mee. Ik kan een filmpje kijken. Lekker drankje erbij. Wordt helemaal leuk. En dan gaan we lekker sushi halen. Dus daar heb ik super veel zin in. Echt heel erg. Dus dat wordt heel leuk. Dat had ik nog voor kerst gekregen van hem. En we wilden dat eigenlijk gaan doen als alles weer open was. Maar we dachten, ja, er is nu zo niks te doen. Weet je, we gaan gewoon. Want er is nog toch niks te doen. Dit is letterlijk het enige wat je kan doen samen. Want we zijn nog nooit uit eten geweest of zo. Omdat gewoon alles toen dicht was. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik ga even naar beneden. Ik ga even een appeltje eten met pindakaas erop. Dat vind ik super lekker. En dan ga ik zo meteen naar Isabel. Lekker een Starbucks gemaakt. En die ga ik opdringen. En ondertussen, ik ga deze van de week wel een keer laten zien hoe ik dit heb gemaakt. Het is met havermelk, normale melk, ijskleuntjes, agavesiroop en koffie. Maar ik heb ook zo'n melkschuimer wat je koud kan melkschuimen. Ik ga even een serietje kijken. Alrighty! Eventjes tussendoor. Dit ben ik eigenlijk vergeten te filmen. Dus ik plak het nu heel even hier tussendoor. Ik heb namelijk iets vet leuks. Zoals ik in de vorige weekvlog zei, had ik een afspraak. En daar zou ik meer over laten weten. En nu ga ik daar meer over laten weten. Vrienden van mij zijn namelijk begonnen met een bedrijfje. Het heet InnoProts. En ze gaan allemaal handige producten uitbrengen. Wat je leven eigenlijk makkelijker maakt. Ik heb nu een product van hun. Dit is hun eerste product. Ze zijn letterlijk vandaag ook gelanceerd. En ik vind het sowieso heel leuk om iedereen te supporten die bezig is met hun eigen bedrijf. Alle kleine bedrijven hebben het nu natuurlijk moeilijk in de corona. En ik ben er alleen maar om die mensen te supporten. Dus ja, weet je, het product sowieso is echt vet handig. Maar wil je ook gewoon een beetje support showen. En een beetje love naar alle mensen die toch in deze tijd bezig zijn. Echt top. Ik vind het heel leuk. Maar wat hun dus hebben is een handwarmer en telefoonoplader in één. Dit is natuurlijk vet handig. Ik zal hem even aanzetten. En hier de oplader ook erbij. Ik heb hem al uitgetest toen ik bij hem was. Het wordt echt super warm. Het is echt chill, want het is echt, echt koud. En dit is dus, hoe noem je dat nou? Dit is een powerbank. Het is dus een powerbank en een handwarmer in één. Ook al komt nu de mooiere dagen natuurlijk aan. Het is alsnog super chill, want het is ook gewoon een powerbank. En een powerbank is altijd fucking chill. Ze hebben ze in verschillende kleuren, wit, roze en blauw. Ik vind het een mooi design. Ze hebben ook nog een maat kleiner. Die is natuurlijk ook wat goedkoper.
ja, ik heb ook een kortingscode natuurlijk. Sarah15 voor 50% korting. Ik zal sowieso de Instagram en de website in de beschrijving zetten. En dit ding is natuurlijk gewoon chill omdat het lekker warm is. En ik heb altijd last van koude handen. Echt niet normaal, vooral op de scooters. Ik ga dit, als ik gewoon lekker scooter rijden ben, lekker dit in mijn zak doen. En dan kan ik even mijn handen warmen, want ik ga het helemaal dood. Ja, ik zou het dus heel leuk vinden als jullie hun willen helpen en supporten. En het ook willen bestellen. Het is niet alleen om te helpen natuurlijk, maar het is ook een vet handig item. Ja, dus wil je hem kopen, vergeet dan zeker niet de kortingscode te gebruiken ook. En dat zou ik heel erg leuk vinden. Als je er dus op klikt, wordt dit lampje rood. En dan gaat hij warm worden. Lekker. Meteen even opladen hiermee. Zoals een grote formaat, heb ik ook een kleiner formaat. Dan heb je natuurlijk ook minder powerbank stroom. Maar hij doet het wel. Dus super chill. Ik heb lekker een appeltje gemaakt. Met wit binnenkaas erop. En kaneel. En dit is mijn ontbijtje. Ik ben met mijn zuster. Oh, ik heb hier... Isabel en ik gaan zo'n famous TikTok rap maken, maar die gaan we goed doen. Ik heb hem wel eens vaker in mijn vlog gemaakt, niet echt goed. Maar we gaan nu hem echt goed maken. Heel erg benieuwd. Ik heb ook nog kaassaus. Oh. Misschien moet je hem daar dan nog in dippen ofzo. Oké, we hebben dus wraps. We hebben een kipsnitzel. Het is wel een beetje raar, want hij stinkt een beetje ofzo. Maar, ja, maar het is wel gewoon goed. Maar vaak ook als je kipfilet pakje openmaakt, stinkt het ook dan. Ja, dus... Nou, het zou vast wel goed zijn. Cheddar. En we gaan een spicy mayo maken dan. Met mayonaise en sambal. En een beetje sla hebben we dan. Ja. Sla. En dan gaan we het in een tossie-ijsje doen. En een tomaatje nog. En dan is het helemaal goed. We hebben gesneden tomaat. We hebben de kipburgers klaar. Die gaan we even een stukje snijden. En we hebben hier een spicy mayo gemaakt. Gewoon zo alleen hier een sneetje in midden, toch? Ja. Tomaatje erop, hits. Nou. Ja. Ze moeten even die kip even nog een keer. Oké, ze zijn eruit. Ze ziet er echt fucking goed uit. Niet normaal. En we hebben de kip trouwens even door de helft gesneden. Ben je ook echt goed. Nu zit die sla hier. Nou, we gaan het even proberen hoor. Ik ben echt benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. Hij is best wel heet nog hoor. Ja. Nou, ik ben echt benieuwd. Ja. Mmm. Ja? Goeie. Die kaas. Mmm. Mmm. Ja? Heel lekker. Spittig? Ja. Het is echt pittig in saus. Dat is echt. Dit is echt goed, ja. Ja. Oh ja, pittig. Heel lekker. Maar heel pittig hoor. Ja, toch wel zo. We konden dan... Nou, we gaan lekker opeten. Ja. Oké, het is inmiddels bijna 6 uur. Ik ga lekker koken. We hebben weer HelloFresh. Dit is niet gesponsord, by the way. Maar, en ik ga een kapsalon maken. Een frisse kapsalon met kipfilet, repjes en yoghurtsaus. Dus super lekker. Ik ben trouwens ook mijn hele kamer aan het opruimen en allemaal zooi aan het wegdoen. Ik heb hier mijn bureau weggehaald, want er stond een bureau en ik deed niks met het bureau. Want ik had eens een bureaustoel meer, omdat ik natuurlijk gewoon beneden mijn werkplek heb. Dus nu heb ik meer ruimte voor mijn kleding. Ik heb gewoon die kledingrek hier. Hier stonden al mijn schoenen op de grond, dus ik heb hier een lekker schoenenrek. Waar al mijn laarzen en hakken en laarsjes op kunnen. Beneden staan ook nog wat schoenen. Dus die moet ik er nog bij zetten. Dan heb ik hier mijn sneakers en zo. En ik heb dan hier een bak met bikinis. En dit is nog een Shein doos die ik nog moet filmen. Een shoplog moet filmen. En ik ben hier al mijn kleding aan het uitzoeken. En dan mijn kasten aan het uitzoeken om
te doneren en op Vinted te zetten. Wil je me volgen op Vinted? Check de beschrijving. En ik ga ook een heel groot deel doneren aan Leger des Heils. Wat gewoon een beetje te oud is om te verkopen. En gewoon te vaak gedragen dat je denkt van ja, dat ga je gewoon niet meer verkopen. Dus ja. Oké, ik heb alles opgeruimd. Het ziet er nu zo uit. Die doos moet al nog weg. Maar deze kledingrekken. Dan heb ik hier nog mijn kledingkasten. Dan heb ik hier mijn bed. Die ziet er niet heel mooi uit. Ik heb ook een nieuw hoeslaken besteld. Ik had een donkergrijze, omdat het dan matcht bij mijn bedvertrek. In plaats van zo'n witte. En die ga ik er overheen doen. Deze was van bol.com. Ik ga zo lekker serietje kijken in bed. En ja, dan heb ik hier gewoon mijn nachtkastje. Iemand vroeg waar deze van was. Deze was eerst van hout. Deze is denk ik al 10 jaar oud. En die hebben we zwart geverfd. Deze pluim en die vaas krijg ik ook heel vaak vragen over. Maar die komen van een groothandel waar mijn moeder toegang tot heeft. Dat is de Tika, maar... Vooral met interieur en zo. Maar ja, dat kan je dus alleen als je daar bent ingeschreven. En dan heb ik hier mijn kast zo. Heb ik, daar zit echt allemaal onzin in. Dat is echt niet normaal. Er ligt allemaal zo in. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb dit gewoon een beetje zo leuk neergelegd. Mijn parfum. Ja, ik heb een leuk kaarsje aangestoken. Dit staat echt al, denk ik, 5 jaar hetzelfde zo. En dan heb ik hier een make-up tafel. Ik heb hier een... ding met eigenlijk een beetje mijn bezorgingsproducten. Omdat het gewoon hier niet meer bij past. Hier ligt al mijn make-up in. En dan mijn kwasten. Maar in ieder geval, ja, zo ziet mijn kamer er dus nu uit. Hier de kledinghoek. En hier meer het slaapgedeelte. Met mijn bedje. Waar ik heel veel lig. Dus ja, dat is een beetje mijn kamer. Iemand vroeg of ik een kleine roomtour wilde doen in mijn vlog. Dus... that's it. Oh, mijn bed opgemaakt. Het ziet er meteen een stuk rustiger uit. Dat gewoon dit ook gewoon dezelfde kleur is. Dus het is nu gewoon helemaal zo. Ik vind het fucking chill, want hier zie je echt weinig vlekken op, zeg maar. In ieder geval, je zag altijd heel veel make-up vlekken van mij op mijn kussens en zo. Daar wordt echt smerig van. Dus nu zie je dat niet meer. Ik ga lekker hier in bed kijken. Ik ga even een kopje thee pakken. Heerlijk. Mijn bed ziet er zo lekker cozy uit. Heerlijk, love it. Morning, het is vandaag dinsdag. Het is nu 12 uur. Ik ben eigenlijk al sinds 9 uur wakker. Maar in de ochtend, ja, ik word wakker, loop naar beneden. Ik ga koffie zetten. Ben ik weer vergeten de koffie te filmen. Toen ben ik eigenlijk een beetje gaan chillen. Een beetje met mijn moeder gekletst. En toen ben ik gaan douchen. Een beetje rustig aangedaan allemaal. Ik ga zo even de weekvlog editen. Ik moet nog wat doen voor school. Ik heb echt een super chille outfit aan. Ik zal het even laten zien. Ik heb deze top van Chiquelle. Dit is volgens mij een one size. En ik heb gewoon een sportlegging aan. Like every other day. Ik heb alleen maar sportlegging aan. Maar ik vind het zo chill gewoon. En dan met een topje erop. Ja, dat is gewoon chill. Ik ga nu even naar beneden. Ik ga even wat ontbijten. Ik heb wat havermout. Dat ik alvast klaargezet. Ik heb van de detox nog gembershotjes over. Dus daar ga ik er nu even eentje van nemen. Dat is echt iets nadat je tanden hebt gepoetst. Ik heb een lekkere lunch / ontbijt gemaakt, want het is al 12 uur. Daaronder zit havermout, daarbovenop een beetje yoghurt, appel, pindakaas, kaneel, cacao nips. En ik heb hier nog wat lijnzaad, kokos en wat goede dingen. En de overgebleven appel heb ik hetzelfde als gisteren gedaan, een beetje pindakaas en kaneel. Nou, ik denk dat dit wel heel erg gaat vullen, dus heb ik goede bodem voor vandaag. Let me know, ben ik de enige die het eigenlijk helemaal weer verpest en allemaal door elkaar mixt? Of eet jullie het altijd helemaal netjes op zoals het eruit ziet? Ik ben echt... ja, ik weet niet, ik moet gewoon altijd door elkaar mengen, want dan proef je het gewoon allemaal. Mijn moeder had van de week een quiche gemaakt met... ik heb geen idee wat erin zit, maar het ruikt heel lekker. Dus dat ga ik nu lekker opeten als lunch. Het is trouwens 2:30. Oké, het is inmiddels... wat is het eigenlijk? 3:30. Ik ben voor mij en mijn moeder even een koffietje aan het zetten. Ik ga zo heel veel iets anders doen, want het is echt een buiktopje en dat is niet echt chill op werk. Dat mag ook trouwens helemaal niet. En daarnaast ga ik om 3:45 even zo naar de tandarts. En daarna heb ik werk. Ik hoef gelukkig alleen vandaag en morgen te werken, donderdag niet meer.
Dus dat is super chill. In ieder geval, Isabel gaat voor mijn werk. Want ik heb heel veel overuren. Ik heb. Vroeger heb ik dit al gezegd. Nou, ik weet niet. Isabel heeft heel veel overuren. Ik heb heel veel overuren. Isabel staat heel erg in de min. Dus hij neemt wat uurtjes voor mij over. Ik ben inmiddels terug van mijn werk. Het is al 9:30. Want ik had een nieuwe boete. Dus en super veel. Dus dat betekent dat ik lang bezig was. Eindelijk eten. Moeder heeft lekker bami gemaakt met een eitje en kroephoek. Super lekker, dus ga ik lekker opeten. Het is 11:30. De weekvlog heb ik overgeëdit en het staat klaar voor de upload. In ieder geval is dat ingepland. Ik ga nu lekker naar bed, want morgen heb ik een hele drukke planning. Ik moet namelijk, ik ga nu achterop staan. Dan moet ik een verslag maken. Hopelijk krijgt hij af, maar sowieso niet. Dan komt Isabel om 12 uur filmen. Dan moet ik daarna die video editen en inplannen. Om 4:30 moet ik werken. Dan in, na mijn werk ga ik naar Stan. En dan ga ik eerst nog eten en dan ga ik naar Stan. En dan donderdag ben ik bij hem. Maar vrijdagochtend gaan we weg naar Maastricht. Dus dan moet de video ingepland staan. En dan moet ik mijn verslag ingeleverd hebben. Dus ik ben nu snel aan het voorwerken, zodat ik daar lekker met Stan kan zijn. En dan lekker met hem donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag met hem kan zijn. Het liefst elke dag. Nee, maar gewoon dat we gewoon lekker samen kunnen zijn. Dus ik ga daarvoor mijn best doen. Maar ik ga nu naar boven. Ik ga mijn cupper afhalen. Ik ben trouwens vandaag door de tandarts geweest. Ik weet niet of het gerecht. Het was helemaal goed. Ik heb... Thank God, fingers crossed. Ik heb nooit iets van gaatjes of iets van gezeik met tanden. Dus altijd gewoon, ik loop daar binnen 3 minuten weer de deur uit. Dus dat is super chill. Mijn verstondkies zijn ook al doorgekomen. En die zit gewoon op zijn plek. Zit gewoon goed. Dus super chill voor mij. Maar ik heb het heel koud. Ik ga lekker naar boven. Ik ga lekker 500 lagen kleding aantrekken. En dan ga ik lekker in mijn bed liggen. En dan ga ik nog een paar YouTube films kijken. En dan een beetje op tijd proberen te slapen. Dat gaat toch niet lukken. Maar ik ga alsnog gewoon morgen er vroeg uit. Good morning. Het is vandaag. Zo. Het is vandaag woensdag. Het is 9:30. Ik dacht, ik ga jullie laten zien hoe ik die ijskoffie maak. Want dat zie je heel veel op TikTok. En... ik vind het ook heel lekker, maar ik wil het een beetje gezond houden. Want anders niet met al die karamelsiroop en zo. Nou, dat gaat gewoon mis. Ik moet heel veel beker pakken. Ja. Instagram gezet. Maar deze beker is gewoon van de Starbucks zelf. Maar ik heb deze beker letterlijk volgens mij voor mijn 15 of 16e verjaardag gekregen van mijn ouders. Toen hadden ze allemaal Starbucks bekers gekocht. Kijk, deze heb ik ook. Vet leuk. Dit is zo handig, want dit kun je gewoon... hergebruiken. En dan kan je eigenlijk een soort zelf thuis een Starbucks maken. Vroeger was ik ook helemaal fan daarvan. Want vroeger ging ik altijd van Amerikaanse video's maken. Van, oh my god, 5 things to do in the summer. Make your own Starbucks. Bla bla. Nou, echt. Te grappig als je het ziet. Het staat gelukkig allemaal niet meer online. Ik kan een keer een video doen dat ik oude video's terug ga kijken. Maar dat is echt heel beschamend voor mezelf. Oké, maar waar ik mee dus ga beginnen is een espresso zetten. Wij hebben ook echt een espresso machine, zeg maar, waar je espresso mee kan maken. Dus daar ga ik mee beginnen. Dan maak ik verder havermelk en gewone melk. Heel klein beetje gewone melk, maar puur om dit een laagje schuim op te schuimen in de melkschuimer. Dus daar doe ik een heel klein beetje van in. Gewoon een klein laagje. En dit, wacht, ik zal het laten zien. Voordat je hem aanzet, lang ingedrukt houdt, dan gaat hij dus op koud schuimen in plaats van warm. Dus dan krijg je een soort schuimig laagje van koud. Nou, dan hebben we die cup. Dan hebben we daar ijsklontjes in. Gewoon lekker veel. Wat ik in plaats van karamel gebruik is agavesiroop. Agavesiroop is eigenlijk gewoon een soort vervanger van suiker, maar dan op een gezondere manier. Het is alsnog niet gezond, maar het is beter als gewone suiker en karamel en zo. En dit doe ik gewoon een beetje zo aan die randen, want dat zie je daar ook altijd. Het ziet er gewoon een beetje leuk uit, weet je wel. Eerst de koffie erin. Die is heet, maar ja, door de ijsklontjes wordt het koud.
havermelk bij. Ongeveer zoiets. Dus het is koude opgeschuimde melk. Dan ziet het er gewoon cute uit. En dan als laatst doen we nog een beetje agave siroop erop. Het zakt allemaal naar beneden, dus dat ziet er allemaal niet uit. Nou, best cute toch? En dan heb je dus die koffie. En hij is met heel weinig normale melk, dus dan is het best wel goed. Ja, deksel erop. Ja, dit is echt waterdicht. Dus je kan er gewoon zo mee schudden en er komt niks uit. Mmm. Heel lekker. Ik heb hem iets te zoet gemaakt, denk ik. Ik ben er nu bijna elke dag aan het drinken. Dat is ook niet helemaal de bedoeling, want het is gewoon bijna een hele maaltijd. Dus. Mmm. En ik ben nu havermoutpannenkoekjes aan het maken. Havermout, banaan met een eitje. En dat heb ik gemixt. Ik heb nog heel veel over. Want moeder had havermout klaargezet. Maar ik had helemaal geen zin in havermout. Dus ik dacht, ik ga er iets anders lekkers van maken. Nou, we zijn lekker bezig hoor. Guys, kijk hoe goed ze zijn gelukt. Yay! Oké, normaal gesproken doe ik dit soort dingen echt nooit. Want ik denk, als ik het bij één doe, dan kan ik het wel bij hulp me. Bij al mijn volgers, zeg maar als ik het bij één doe, kan ik bij al mijn volgers zo doen. Maar ik was met dit meisje aan het DM'en en ze wilde heel graag dat ik haar zou noemen in mijn video. En of ik haar een berichtje wilde toesturen. En ik reageer zoveel mogelijk. Maar het lukt me gewoon echt niet om op iedereen te reageren. Want ik heb zelf zeg maar ook een leven. En anders ben ik de hele dag op mijn telefoon op iedereen aan het reageren. Want ik krijg wel dagelijks gewoon veel DM's. En dat vind ik echt heel lief. En ik probeer echt zoveel mogelijk te lezen. Ik lees wel heel veel. Omdat ze het volgens mij echt heel leuk vindt. Ze heet It's Nora. Nu kunnen jullie het zien. Ik weet niet of het een spiegelbeeld is trouwens. Maar ja. Ik heb hem even klaargemaakt. Ik heb lekker gefliekt. Want ik ga natuurlijk een video opnemen. Dus hou ervan om lekker te flieken. Ik heb deze superleuke trui aan. Van Comcat Fashion. I love it. Ja, dit vond ik wel gewoon leuk voor de video. Ik ga die plukjes ook versnijden, want dit ziet er heel raar uit. Maar in ieder geval deze leuke trui. Daarbij gewoon een legging. En deze shoes van Naked. Dat zijn echt mijn favoriete sneakers geworden. Ik heb ze zoveel aan. Maar ik ga even een beetje setting hier klaarzetten. Zodat Usman en ik hier kunnen filmen. Of we gaan beneden filmen. Dat is misschien echt wel handiger. Mijn lieve zuster is er. Hallo, ik ben hier hoor. Oh. Wat deed je? Ik zat hier al. Ik ben te filmen. We gaan lekker filmen. Een zussentalkie. Ja. Let's go. Let's go. Dit is wel kut. Maar dat merk ik wel heel. Het is inmiddels 4:30. Ik had nog helemaal geen lunch op. Ik had alleen nog maar die havermoutpannenkoek op. En mijn moeder had nog pasta in de koelkast staan. Dus dat ben ik niet aan het opeten. Ik ben letterlijk met deze lepel aan het eten. Ik weet niet hoezo. Maar ik had geen zin om een normale lepel te pakken. Huh, ik ben echt heel apart. Wat fuck? Ik besef me nu pas dat hier mee eet of zo. Heel apart dit. Het is inmiddels bijna 4:30. En dat betekent. Oeh, dat ik naar mijn werk ga. En ik heb het koud. Ik moet op de scooter, er geen zin in. Morgen allemaal. Auw. Rees het vast in maar. Het is vandaag donderdag. Ik ben bij Stan. Blijf slapen. We hebben allemaal lekkere broodjes gemaakt. En we gaan even een film kijken, denk ik. Alright, ik ben inmiddels thuis. Morgen ga ik natuurlijk met Stan naar Maastricht. Echt niet normaal veel zin in. Hij gaat me een beetje rond 10 ophalen of zo. Ik heb een heel leuk pakketje gekregen van Frankie's. Dit is een online webshop van een meisje. Volgens mij is het Francisca, als ik het goed uitspreek. En zij heeft een hele leuke webshop voor de mensen die het niet kennen. En ik heb haar nog een paar leuke items mogen ontvangen. En jongens, check hoe leuk dit is ingepakt. Even serieus, dit is toch geweldig. Je hebt zo'n doos. En dan van het superleuk papier. Nou, als ik dit zie, vind ik het toch geweldig. Ja, ik had het goed, Francisca. Wacht voor. 2 hele leuke kledingitems en 2 sieraden. Als eerst dit shirt. In een beige kleur. Heel leuk. Ik heb namelijk voor mijn gevoel weinig shirts. Ik heb trouwens allebei in de maat M.
heel leuk printje erop. Het is super leuk te combineren. En er staat dus op Frankie's by FB. Ik denk dat Francisca en dan de achternaam is FB. Heel erg leuk. Shirt. Ik ga het zo even passen. En dan een hele leuke trui. Deze vind ik echt verliefd. Die staat hier voor ook Frankie's. En achter staat Angel Energy. Dus die is heel erg leuk. Ik ga deze morgen denk ik lekker aandoen. Heerlijk in de auto. Heel leuk. Ik ga hem even aantrekken. Dan heb ik twee hele gave oorbellen. Een hele gaaf paar oorbellen gekregen. Die ga ik ook meteen in doen. Die zit super leuk verpakt. Heel cute. Ik heb deze oorbelletjes. Heel erg leuk. En deze zijn gewoon goud. Ja, dat staat toch vet cute. Kijk. Heel erg leuk. Nu ringetjes in, maar dit is ook wel even leuk. Oké, ik heb het shirt aan. Vet leuk. Ook echt goede maat. Ik heb dus de maat M. Heel erg leuk. Super leuk print. Heel erg leuk. Oh my god, wat een heerlijke trui. Deze zit zo lekker. Echt helemaal super lekker zacht. Heel erg leuk. En die achterkant vind ik dus echt... Vet leuk dat het hierop staat. Ik nog heel even achter mijn laptop, want morgen gaan we in de ochtend vroeg weg. Dus wil ik de video online in ieder geval geüpload hebben. Dat die klaargepland staat voor zaterdagochtend. Want dan ben ik natuurlijk daar en dan wil ik niet daar allemaal aan denken. Dus daar ga ik nu voor doen. Het is nu 9:15. Dus ik heb de hele avond nog. Het is 1:30 bijna. Oh my god. Ik heb dit eigenlijk... weken, maanden uitgesteld. Ik moest namelijk een procesboek maken van de afgelopen maanden. Maar ik heb het nu in één avond gemaakt. En het ziet er op zich best goed uit. Het is alleen niet normaal goed erg afgeraffeld. Dus ik denk dat ik het sowieso niet heb gehaald. Maar dan krijg ik in ieder geval wel feedback erop. En dan kan ik kijken wat ik moet aanpassen. En hoe ik het dan wel ga halen. Maar zo ziet het eruit. In onze opgave. En dan ga ik hier eigenlijk... alles vertellen wat ik de afgelopen week heb gedaan. Met Social Learn is het van mijn bedrijfje. En het is helemaal niet uitgebreid genoeg. Maar weet je. Wat maakt het ook uit. Ik zie het wel. Dit was het. Jongens, schiet mij maar dood. Ik heb dit allemaal voor niks gedaan. Want mijn deadline was gewoon 13 januari. En deze deadline... was voor oudejaarsstudenten die dit nog moest herkansen. Dus ik heb het voor niks gedaan. Ik ben zo mogel. Ik haat mezelf. Ik wil dood. Morning. Het is vandaag vrijdag. Het is eindelijk de dag. Ik ga vandaag met Stan naar Maastricht. Ik heb me helemaal opgemaakt al. Ik heb deze oversized blazer van Naked aan. Mensen vroegen welke maat ik deze had. Ik heb deze maat M. Een legging van Naked. En deze super leuke hoge laarzen van Conquered Fashion. Ik heb mijn spullen ingepakt en ik ben een beetje aan het klaarmaken. De laatste dingen aan het inpakken en dan ga ik zo meteen weg. Ik heb dus in ieder geval mijn spullen ingepakt. Ik ben ook lekker een koffie aan het zetten die ik nog even mijn moeder ga drinken. En dan komt Stan zo meteen ophalen. Oké, we zitten in de auto. Eerst naar de Taco Bell, want je hebt dus alleen in het zuiden van Nederland Taco Bell zitten. En ik ben echt... obsessed daardoor, want ik kijk altijd naar Taco Bell mukbangs en ik wil het zo graag een keer proberen, ik heb het nooit op. Dus we gaan in Tilburg naar de Taco Bell. Maar volgens mij is het dus wel zo'n Taco Bell dat min in de stad zit. Dus we zullen even kijken hoe we dat gaan doen. En dat is ongeveer over, daar zijn we ongeveer over 1,5 uur en dan gaan we door naar Maastricht. En dan gaan we eerst even daar lekker lopen en want rond 1 uur of 2, 3 kunnen we de hotelkamer in. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Echt zoveel zin in. Jongens, oh my god. Dit is zo kut. Ik ging net even kijken van hoe laat gaat de Taco Bell open. Of nou, ik ging even kijken waar het was eigenlijk. Want er staat eigenlijk twijfel of we gaan naar Tilburg of naar Eindhoven. Want we kwamen dus achter dat Tilburg voor Eindhoven ligt. Dus ik bedoel dit. En
Het is gewoon gesloten tot 3 uur. Dus we kunnen er niet eens heen. Want het is nu 11 uur. Voordat we er zijn is het 12:30. En ja, dus dan gaan we morgen op de terugweg dan maar. Maar ik had er zoveel zin in. Ik vind het echt kut. Maar ja, nu gaan we maar gewoon even iets anders halen dan. Moet wel, hè? Ja. Linkerrijstrook afgesloten over 950 meter. Dus, helemaal kut. Ik had er zoveel zin in. Maar ja, dan morgen maar. Oké, we zijn nu bij de McDonald's, want ja, we konden niet naar Taco Bell en we hadden echt heel erg veel honger. Dus nu zijn we bij de McDonald's, het is inmiddels 11:45. We zijn ook een beetje omgereden, omdat we dus door die Taco Bell ergens anders werden heen gestuurd. Dus nou, maakt helemaal niet uit, want we hebben alle tijd van de wereld. Ik ga denk even die spicy McChicken nemen. Stan, die andere bezorgpas veel verder, die bestelpas veel verder. Dus je kan beter... Oh. Ik wacht wel 4. Ja. Wat ga je nemen? Ik heb nog letterlijk geen idee. Ik check hem nu zoiets. Oh, hier is hij al! Ja, daarom. Oh. Ik wil. Nee, daar hoort niet meer. Ik wil je nemen, Flip. Jawel? Spicy McChicken menu. 1 Spicy McChicken menu. Nice. Ja, doe maar 1 Big Tasty menu. Nou, wat hebben we de stelling? Yes. Big Tasty. Kom maar daar aan het testen. Lekker. Oh, lekker. Maar zullen we nog naar de wc? Oké, okay, we zijn eindelijk aangekomen in het hotel. Het is nu 2:30 alweer. Het is echt een super mooie kamer. Het is echt niet normaal. Ik ga het even laten zien aan jullie. Oké, hier kom je dus binnen. En dan ziet het eigenlijk zo uit. Je hebt hier het bed. En we hebben ook een... flesje champagne en heel lief bloemetje, super leuk. En dan heb je hier een mooi uitzicht op de straat. We zitten echt midden in het centrum, dus dat is wel leuk. Kijk hoe cute. En ja, dan heb je hier eigenlijk de badkamer. Hier hebben we lekker een bad, de tv. En hier hebben we een lekker grote spiegel. En dan heb je hier ook nog een lekker regendouche. En ja, echt super mooi. Echt heel erg leuk. Ik heb echt een beetje hoofdpijn. Dus ik ga even een koffietje nemen. Het schijnt dus dat we ook een soort gratis minibar hebben of zo. Dus dat betekent dat we gewoon alles uit die minibar kunnen pakken. Ik ben echt verliefd op deze kamer. Het is zo mooi en lekker groot. I love it. We hebben dus ook een ontbijt. En dan moet je dit zo dus vannacht aan de deur hangen. En dan krijg je morgenochtend van ontbijt geserveerd. Zo. Oh, het is gestopt met regenen. Maar oké, we gaan zo meteen even natuurlijk de stad in. Anders zijn we hier helemaal voor niks in gereden. En vanavond zullen we dus sushi gaan afhalen. Oh ja, ik ga even dit ding scannen. Want hier kan je dus QR-code scannen. En dan kan je dus alles over de... Oh, hier staat ook het wifi ding op. Oh. Okay, het is inmiddels 4 uur. We hebben net lekker sushi besteld. Dat we rond 8 uur gaan ophalen. Maar we gaan nu even een stukje in de stad lopen. Een beetje de stad verkennen. We lopen nu op een hele grote brug. Beneden, ja, het is echt vies water, joh. Oké, we waren net even lekker de stad aan het lopen. En toen wilden we dus even wat, zeg maar, wat drankjes halen. Gewoon van die gin tonic blikjes. Maar het was gewoon mijn idee vergeten. En ik zeg, let hem nog aan de kassa, Stan, heb je idee mee. Dat ben ik zelf vergeten. Maar we hebben nu van dit. En we hebben het uiteindelijk ergens anders dus gehaald. Stan alleen. En we zijn nu gewoon even hier in de stad aan het lopen. We zijn weer terug in het hotel. We hadden nog even een broodje bij de Subway gehaald die we gaan delen. Want het is nu 5:30 en om 8 uur gaan we die sushi ophalen. Dus voordat je dan weer die sushi aan het eten bent, is het ook pas 2 uur verder. We hadden eigenlijk alleen nog maar die McDonald's op. We hebben een lekker broodje met chicken teriyaki. Zo, super lekker. Ik ga hem even delen. Het is inmiddels avond. In ieder geval, het is 8:15. We gaan nu lekker de sushi ophalen. We hebben sushi besteld bij Mr. Sushi. Heerlijk. Het is echt 5 minuten rijden, dus we gaan even snel ophalen. En dan gaan we dat op de hotelkamer opeten. We hebben de sushi. Super lekker. Lekker veel met zalm en zo.
En we gaan nu de champagne drinken. Bloemetje erbij. Helemaal gezellig. Nou, oh, rood knopje. Ik ben bang dat hij... Zo, nog even. Lekker genieten. Ik heb in mijn deur niet gegeten. Morning. We zijn lekker wakker geworden. Maar we wilden eigenlijk om 9:30 wakker worden. We hadden de wekker gezet. En toen werd opeens om 9:30 wakker. En het ontbijt werd om 9:00 gebracht. Dus dat was een beetje dom. Maar ja, maakt niet uit. We zijn lekker wakker geworden. Zo lekker wakker worden hier. Heerlijk. Kijk hoe... Het was gisteren gewoon helemaal stil op de straten. Maar nu zijn ook echt veel dingen dichtgetimmerd en zo. Zoals je kan zien. Maar het ziet er wel nog gezellig uit. Maar het is echt rustig gewoon. Maar we hadden dus zo'n ontbijtje kregen aan de deur gehangen. Met yoghurt en granola. Ik heb een soort... Ja, wat is dit? Wat is het dan? Een soort koekje of zo? Nee, man. En... Oh, noem je dat? Sinaasappelsap en een stukje fruit. Oh, en een lepel dus. Good morning. We hope you had a good sleep. Je kan ook beneden zitten. Cute. Het is inmiddels 9:30 denk ik of zo. We zijn uitgecheckt. We hebben even lekker een karamellatte gehaald. We douwen echt werts, want dat zagen we. Nu gaan we even kijken of er een markt is. Er hoort een soort marktje te zijn. Dus we gaan kijken of dat open is. Gaan we daarheen lopen. En we gaan natuurlijk nog naar Taco Bell. Dat gaan we sowieso doen. Maar dan willen we denk ik gaan avondeten. Maar het is echt kut weer. Dus dat is echt... Kut en niks is open, maar we gaan het beste van maken. Hier moeten we zijn ergens in. Oké, we zitten nu in de auto. Ja, we wilden eigenlijk de film verder gaan kijken die we gisteren zijn begonnen in de auto. Want het is echt kut weer, we hebben eigenlijk alles maar een beetje gezien. Je hebt echt niks te doen verder. Alleen, toen viel mijn laptop eens uit. Hij was 64%. En opeens doen we hem weer aan en zegt hij dat de batterij leeg is. Vet raar, ik denk dat het door de kou komt. Maar nu gaan we op mijn telefoon kijken, maar we gaan even ergens heen rijden waar we goed kunnen staan. Zo, wat is dat voor geluid? Het is een parkeerstation. Dus we gaan even een leuk plekje zoeken waar we de auto kunnen zetten. En dan gaan we gewoon op mijn telefoon die film afkijken. Want we willen eigenlijk tot 4:30 wachten. Dan zijn we rond 5:30. Zijn we rond 5:30 bij de Taco Bell in Breda. En dan gaan we daar avond eten en dan zijn we rond 1:30 ongeveer thuis. Wat een tyfus geluid, ouwe. Ja. Dat is nu de planning. Ik heb heel erg trillerige handen en zo, van die koffie of zo. We zijn nu ergens boven op een berg gereden, dus we gaan hier even kijken. We komen niet verder uit, dus nu zijn we een stukje aan het lopen. We zijn nu hier, echt geen idee, dus we gaan even daar kijken wat het uitzicht is. We hebben best wel mooi uitzicht hier. Hier zie je zo Valkenburg liggen, denk ik. Een beetje in de mist. Het is hier een rodelbaan. En het sneeuwt. We zijn nu echt vet random ergens geblokkeerd. We zijn gewoon lekker die film even aan het afkijken. Hey, nou, we hebben de Taco Bell. We hebben een paar dingen besteld dat we allemaal gaan delen. Want ik wilde zoveel mogelijk proeven. En we hebben ook niet echt heel veel honger of zo. Ik weet niet. Maar we gaan even een plekje zoeken waar we het kunnen eten. Want het was zomaar midden in de stad. Dus we moesten het even ophalen. We hadden de auto gewoon even ergens neergezet. Dus we gaan even een goede plek vinden om te eten. Maar ik wil jullie sowieso even mijn mening geven van wat ik ervan vind. Want ik wil het al zo lang. Oké, we hebben een plekje gevonden. We hebben dus nacho fries. We hebben van die Twister cinnamon twists. Dat is het typje eigenlijk. Oké, waar gaan we het allemaal neerzetten? Oh ja, we hebben ook de nacho cheese dip. Voor de friet. Het ligt hier allemaal. Dan hebben we hier een taco, denk ik. Ja, we hebben hier een taco. We hebben allebei één taco. En hier. Wat klein is dit, zeg. Oh, hier hebben we een chalupa. Ja. Een chalupa. We hebben echt helemaal niet eens heel veel hoor. Maar wel gewoon genoeg. En ik heb ook een taco.
Ja, hier nog een crunch wrap supreme. En we hebben hier sausjes. Jij wilt mild, hè? Mm-hmm. Moet je op je taken doen. Mild en ik heb fire salt. Ik ga die frietjes proberen. Oh my god. Lekker met de kruiden erop. Mmm. Mmm. Lekker? Mm-hmm. Ja. Een goeie. Mmm. Lekker. Hou jij van kaassaus? Weet niet. Mmm. Die saus is ook warm. Mmm. Oké. Dit is ook wat. Een tacootje. Pas op, even. Waar is die saus nou? Hier. Nee, die fire saus. Maar. Oké. Mmm. Lekker. Dat is wel goeie dit, hè? Ja. Echt lekker. Mmm. Het is maar echt gewoon huis gemaakt. Waar moet je dit op doen? Op die taco? Ja. Wow. Nee, ja, of op dat. Daar gaat ie. Mmm. Mm. Die kaassaus. Mm. Ja. Daar ben ik sowieso niet zo fan van. Nee. Maar. Ja. Nu gaan we deze hier. Probeer deze maar de helft en dan ook die. Oh. Voor pannenkoek dit, hè? Mmm. Dit lekker? Mmm. Dit is heel lekker. Mmm. Niet. Oh mijn god, heb je servetten erbij? Ja. Oh my god, die hele saus over je broek heen. Nee. Oh, dit ja, is heel lekker. Lekker? Dat zou ik niet eten. Saus? Deze. Wat dan? Vies. Pittig. Dat ook niet. Nee, het is mild. Gewoon niet goed hoor. Ik sprak trouwens iemand daar in de Taco Bell. Iemand die daar werkte, zeg maar. En die zei dat ook in Rotterdam kwam. Maar hij wist niet eens waar Amsterdam lag. Want hij zegt waar woon je? Dus ik zeg, oh, van de Rijn, dat ken je niet. Ik zeg, oh, een beetje bij Amsterdam. Zegt hij, oh, woon je dicht bij Amersfoort? Ja. Dat is totaal de andere kant op. Dus volgens mij weet hij ook niet wat Rotterdam is, hoor. Misschien lult hij maar wat. Want hij zei ook, er zit er één in Amersfoort, maar dat is niet zo. Nou. Zo. Nog haar? Mhm, ja. Mmm. Oh mijn god. Die andere moet je gewoon los eten. Dat. Toetje. Ja, wat is dat? Cinnamon twist. Heb je genoeg op? Wat heb je nog wat dan? Nee. Ja, tuurlijk. Ik ook. Apart is dit, hè? Dit is heel bekend. Hm? Het smaakt naar niks. Maar af en toe zit er opeens gewoon geen kaneel. Nee. Wel lekker. Mmm, ja. Ja. Het smaakt gewoon naar kroepoek, maar dan zoet. Prima. Wel prima, nou. Ik vond het heel lekker. Ik had het leuk vond om te zien. En ja. I love it. Right, ik ben inmiddels thuis. Ik ga nu even mijn spullen pakken. Dan ga ik Nina ophalen. En dan gaan we naar SME gezellig. En dan blijven we ook slapen. Want ja, je hebt natuurlijk die avondklok. En dan ben ik ook met een andere vriendin.
met Anne, die ik echt al heel lang niet heb gezien. Dus het is super gezellig allemaal. En dan gaan we gewoon lekker wijnen. En misschien nog even in de jacuzzi. Dus ik koop ook mijn bikini mee. Het wordt helemaal gezellig. Het is inmiddels avond. Ik ben bij het mee. Cocktails ook maken. Ja, we gaan allemaal cocktails maken. Oké, okay. Esmee, vertel even. Wat voor cocktails gaan we allemaal maken? Oké, okay, vertel Esmee. We hebben even alles. Sex on the beach, pina colada. Ja, maar laten we zien. We hebben hier ananas. Ja, maar dit hoort bij de kokosmelk. Hoort bij pina colada. Dit hoort bij sex. Oké, okay, maak even sex on the beach. Doe het in een shaker. Een speciaal shakebakje. Een speciaal shaker. Ja, oké. Okay. Ja. Doe het even voor. Shake ook even goed voor. Ja, shake even die shit. Okay. Wat doen we erin? Bacardi-ras. Ja. Normaal Bacardi. Bacardi, maar ras. Bij? Nee, vodka moet erin. Oh, vodka. Hier. Maar wacht, er moet ook ijsland in. Ja, maar dat komt later. Oh. Ja, dat doen we in een glaas. Wat zijn we z'n vieren? Hoeveel moet erin? Veel. Gewoon lekker veel drank. Zo mogelijk. Is zo goed? Nee, meer. Meer. Ja, een beetje meer. Nou, we hebben het allemaal lekker eten. Altijd als je denkt, ik heb genoeg, doe je nog één scheutje. Nu, net zoals nu. Hele beker nee, vol. Nee, stop, stop. Hoe ver zit die? Nee, stop. Hoe moet er... Oh. Er moet ook nog sauers bij. Okay. Oh lekker, ik bedoel. Hoe moet dit erbij? Ik moet het even snel pakken. Nee, eerst sours. Ik moet het even snel pakken. Ja, pak even snel. Ja. Wie heeft het laatste velletje gepakt? Ik. Saar. Dat vind ik echt niet oké. Ja, sours. Ja, ja. Seks aan de beach met heel veel vodka. Sours? Nee. Seks niet, maar dit is gewoon 50% gewoon drank. Zeg... Alcohol. Oh, maar het is toch lekker? Ja, heel best. Okay. Hoe meer drank, hoe beter. En ik heb een body aan, maar die body doet dus nooit dicht. Oh, dat doe ik ook nooit. Nee, dat doe ik ook nooit. Dat is veel te veel werk. Als ik drank heb, doe ik al niet meer dicht hoor. Veel te veel werk. Eerst denk ik aan deze. Wat is dat? Ik heb expres zonder vruchtvlees gedaan. Vruchtvlees? Dat is het lekkerst. Wat zonder vruchtvlees, oh. Dat klinkt echt vies. Het lijkt net op een placenta of zo. Oké, okay, ja. Dus vodka, sours, appelsientje, zonder vruchtvlees. Ook niet zonder... in de koelkast gedaan. Okay, maar wat voor appelsientje? Nee. Kijk, dit, stop. De appelsientje. Dit is genoeg. Gewoon echt de. Doe even dan... een beetje de grapefruit. Weet je, oh. Er nog ijs bij. En dan grapefruit. Oké, okay, shake that in. Bitch. Je moet goed meer. Close-up. Oh ja, close-up. Hey. Wie is er veel? Ik heb nog ijs bij. Stop. Ja. Niet. Je moet echt stoppen. Oh nee, dit is echt veel te veel. Ja, dit is echt veel te. Ja, maar als je nu uitgegooid hebt, dan denk ik wel een beetje op. Nee. Ik hoef veel maar reactie. Geef maar ijs. Geef maar over. Wacht, ik moet even in. Wat vind je? Lekker. Ja, echt sex on the beach. Ja toch? Sex on the beach. Maar er zit nog niet echt een zieke sex on the beach. Sex on the beach. Hierdoor hebben we echt zin in sex on the beach. Kijk, sex on the road. Sex on the road. Oh god. Shake it, shake it. Echt? Shake it. Wacht even, want sex on the beach. Oh, dit is beter. Ja, dat gaat gewoon heel hard. Echt? Ja, daar gaat het alweer. Waar is je shaker dan? Ja, dat weet ik niet. Het is een topper. Maar dit is ook goed bestemmen. Kijk hoe zij tekeer gaat. Ik ga even shaken. Gooi even een broodje erin. Shaken kan. Hij heeft hem gecrunched. Pak je vier glazen? Nee, hij is wel sterk. Wil je nog een beetje erin of niet? Ja. Is hij sterk? Wat wil je? Dat kan niet. Ja, je kan nog een klein piece uit. Dat kan niet. Maar je kan toch een beetje ijs in de glazen doen? Ja, dat is beter. Maar hij was maar nu moet het wel goed kijken. Maar was hij sterk? Nee. Ja, ja. Eén vierde vodka. Oh. Ja, dit is echt niet maar. Dit is echt niet maar. Wat heb jij nou weer aan? Wat is dit? Nou, dit ding hier. Verschillende smaken. Wat staat er op? Verschillende smaken, smaak. Oh nee, maak. Nee, wat staat er op? Wat voor een glas? Ik ben echt niet zeker. Dit is al ja, ik vind het wel goeier. Kijk dan, helemaal schuimlaag. Nee. Wat doe je met die flambeer? Nee! Jawel! Ja, flambeer! Jongens. Nee, dat is... Oh, kom, kan het in de fik gaan? Nee, dat gaat helemaal niet goed. Nee, dit... stop. Ik wil niet schuimlaag weg. Die flambeer. Dit is een gas. Ja, maar Anne. Ja? Waar moet het in? Oh, we gaan even wat water. Nog meer. Ruik even. Jongens, we zijn pyromaan hier. Of nu gaan in de wijn gaan. Zo, dat buurt echt aan. Wat is dat? Die meid zijn nog maar op vuur. Heel goed, alsjeblieft. Doe eens, we zijn echt.
is oké. Oké, nou de cocktail is klaar. Hij ziet er heel mooi uit. En nu gaan we hem drinken. Oh ja, eigenlijk even proeven op beeld. Maar Sjaar, er zat bij jou nog een beetje wijn in. Nee. Roos, klein beetje. Hij is gewoon goed. Oh, lekker. Ja. Hij is heel hij lekker. Fucking lekker. Maar ik vind het wel lekker. Ja. Oeh, lekker. Absoluut. Oh. Goedemorgen, het is vandaag zondag en we zijn bij de McDonald's. En we moeten. Ja! 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 Dit was het meest. Nee, zeg hem afstand. Afstand. Maar we zijn dus bij de McDonald's, we moeten hier de hellingproef doen. Ik moet echt even. Maar dit is ook de enige McDonald's in Nederland waar. Nee, dat gaan we. Wij omhoog. Hey, we zouden. Oh, zoveel eten besteld, is zo lekker. We zouden. Heb zij nou wel wat? Oh, ja. Oh, ik dan. Oh my god, heb ik gewoon gehaald. Ze hebben helemaal geen burger. Oh, jawel, nee, frietjes. Kipnuggets. En frietjes. Nee, ik eet alleen die kippies. Maar je hebt frietjes besteld. Oh ja, maar ik hoef twee twee drinken. Ja, prima joh. Dan heb jij gewoon 20 voor jezelf. Ik heb 20 niet. We hebben 20 kipnuggets, cheeseburgers. Oh, snoep. Hey, moet ik voorschieten eigenlijk? Ik heb lekker een smoothie met aardbeien en banaan. Cheeseburger. Ja. Yeah. Lekker. Ja. Ik heb hem niet afgeroepen. Oké, het is inmiddels een maandagochtend, as always. Ja, ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik ben bij Stan blijven slapen. Ik was thuis gekomen. Het was Stan gezellig bij ons komen eten. En toen moesten we voor 9 uur weer hierheen zijn. Toen hebben we hier geslapen. Dus, ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En op mijn kanaal te abonneren. En me natuurlijk te volgen op Instagram. Dus @sarahverwoerd. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.